Willem Brandwijk, ja, welkom bij Donar. Hartstikke bedankt. Hoe voelt dat nu? Ja, het voelt fantastisch. Ik ben zelf heel enthousiast en blij en ik kan niet wachten tot volgend seizoen. Ja, het is wel een rare tijd, hè? Als je dan ziet, jij speelde bij Rotterdam en dan wordt dat seizoen vroegtijdig afgebroken. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, het is heel maf. Je valt ineens in een soort gat. Je hebt helemaal niks. De zalen gaan dicht, de sportscholen gaan dicht. Dus op die manier moet je eigenlijk ineens helemaal voor jezelf aan de slag. En back to basic. Dus ik ben toen weer hier naar huis in Voorburg verhuisd. En toen heb ik hier kunnen trainen in de tuin met de benodigde dingen. En ik heb hier van vroeger nog een basket voor de deur staan. Dus op die manier een beetje back to basic en toch bezig gebleven. Maar het is sowieso een rare tijd. Heb je dan ook veel contact met andere basketballers en zo? Wat doe jij? Hoe doen jullie dat? Ja, een beetje wel. Je merkt dat iedereen toch wel een beetje verdwaald was in het begin. En iedereen is toch wel een beetje bezig gebleven op een beetje dezelfde manier als dat ik bezig ben gebleven. Dus we waren blij genoeg toen het weer 1 juli was dat je weer de zaal in kon. Ja, en toen kwam dat telefoontje van Donar dat er interesse was. Wat gebeurde er toen in Huize Brandwijk? Ja, dat was, ik was zelf natuurlijk super enthousiast, maar mijn ouders ook. Want ik had het helemaal niet verwacht. En toen dat belletje dus kwam, toen was dat top. Ja, en je vertelde in het persbericht stond al dat jij hebt ooit met het Nederlands team al gespeeld in Martini Plaza. Hè? Hoe was dat? Ja, dat was zelf ontzettend leuk. Dat is echt een hele, hele fijne herinnering ook. Dat was volgens mij de tweede keer dat ik toen speelde voor het Nederlands team. Dus dat ik een interland maakte. Dat was tegen Roemenië en Italië, dat we nog die wedstrijd tegen Italië toen hadden gewonnen. En dat was toen fantastisch om zo'n atmosfeer mee te maken. En om ook te weten dat ik daarvoor straks mag spelen, dat is geweldig. Je hebt met Rotterdam wel 1 keer dit seizoen in Groningen gespeeld, toch? Ja, meerdere keren zelfs. Want we hebben natuurlijk ook in de beker tegen Donar gespeeld. Ja. Dus toen hadden we nog dat akkefietje met de klok. Ik wil het er niet over hebben. Nee. Maar toen hebben we het ook meegemaakt. Maar ja, nu, toen stond de zaal natuurlijk niet achter me. Of achter ons allemaal. Dus en straks wel. Dus dat zal fantastisch zijn. Over het Nederlands team gesproken. Ik heb begrepen dat jij nu ook traint in een soort voorselectie van het Nederlands team, toch? Ja, dat klopt. Ja. Het Nederlands team heeft geregeld dat we nu kunnen beginnen met trainen. Dus omdat iedereen natuurlijk zo lang heeft stilgezeten. En proberen ze dus weer rustig trainingen en skills workouts en ook krachttrainingen op te zetten. Zodat jongens weer gewoon rustig in het ritme kunnen komen van basketbal. Dus daar zijn we nu mee bezig. En dat is top, dat is goed geregeld. Met wat voor jongens doe je dat nu dan? Sorry? Met wat voor jongens speel je het of train je nu dan? Er zijn heel veel ook wel bekende gezichten. Olaf, Schaftenaar, Gito Kok, Maarten Bouwknecht, Boy van Vliet. Dat soort jongens die al een tijdje langer rondlopen. Maar ook wat nieuwe jongens die nu bijvoorbeeld in Amerika zitten. Oké. Kijken we even vooruit. Je hebt meteen ook voor 2 jaar getekend bij Donar. Dat is natuurlijk ook een heerlijk vooruitzicht dat je even kan opbouwen, zeg maar. Je hebt natuurlijk al gekeken welke collega's je krijgt en wat voor coach je krijgt. Hoe kijk je daarna vooruit? Ja, ik ben zelf heel enthousiast. En dat voornamelijk omdat ik denk dat het een heel mooi balans is nu van jonge spelers, meer ervaren spelers en erg ervaren spelers. Dus ik denk dat we zo ook veel van elkaar kunnen leren. En dat is ook iets inderdaad met het opzicht van de 2 jaar. Dan kijk ik er ook heel erg naar om echt op te bouwen naar het volgende jaar. En het begint meteen goed, hè? 15 juli de kwalificatie. Althans, dan weten we wie de tegenstanders worden in de kwalificatie Basketball Champions League. Ja, dat, ik moet zeggen dat voor mij wel... natuurlijk vorig jaar speelde ik bij Rotterdam. En toen had ik helemaal niet zo'n vooruitzicht. Dus om nu zo'n vooruitzicht te mogen hebben, dat is zeker wel een droom van mij die waar komt, weet je wel. Want ik had helemaal niet verwacht dat dit mogelijk zou kunnen zijn op dit moment. Ja, dat snap ik heel goed. Hey, en wat weet je van Groningen zover? Ja, wat weet ik van Groningen? Dat ik hoorde dus altijd al dat de fanbase geweldig was. En toen het dus het nieuws naar buiten kwam dat ik voor Donar mocht spelen, toen heb ik dat ook heel snel gemerkt. Want alle fans die heel veel liefde werd getoond om het te verwelkomen bij Groningen. En dat voelde me natuurlijk geweldig. Dus dat is iets wat ik wel zeker weet van Groningen. Ja. Maar specifiek de stad, weet je daar meer van? Ben je er wel eens geweest?
Ja, ik ben er één keer, heel kort maar geweest. Mijn broer die heeft gestudeerd in Groningen. En ja, dus één keer toen ben ik met hem mee geweest om zijn spullen op te halen. En toen hebben we heel snel een rondje door de stad gemaakt. Maar dus niet al te veel te gezien. Maar ik kijk er nog zeker naar uit om de stad verder te verkennen. Ja, nou de fans in Groningen natuurlijk ook. Het is natuurlijk spannend deze periode, zeker door de COVID-ellende en dat je nog niet precies weet hoe alles gaat gebeuren straks. Maar nu al 10 spelers, nog 2 coming up en dan begin augustus is de bedoeling dat we weer gaan knallen. Ja, klopt ja. Ja, ik heb er zin in. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus de komende weken is het nog een kwestie van voorbereiden, op kracht komen en zo fit mogelijk worden? Nou, ik moet zeggen dat ik tijdens de coronatijd heb ik niet echt stilgezeten. Want ja, wat moest je anders doen? Hè? Dus, dus op die manier ben ik wel in shape gebleven. Maar het is zeker fijn om weer gewoon echt in de zaal te zijn. Weer, want ja, buiten basketballen, dat is ook toch wel anders dan lekker in een zaal te spelen. Dus op die manier inderdaad gewoon weer echt opbouwen naar het seizoen. Waar kijk je dan als speler hier nieuw in Groningen, waar kijk je het meest naar uit? Waar ik het meest naar uitkijk, ja, dat is ja, eigenlijk weer gewoon het gevoel van de wat we toen hadden en met Martini Plaza met het Nederlands team. Om echt het heel dat stadion dat achter je staat. En ja, dat is echt wel iets waar ik naar uitkijk. Ja. Nou, achter de schermen wordt er hard aan gewerkt om dat allemaal weer mogelijk te maken. En het hopelijk ja, natuurlijk klopt, ook natuurlijk, ja. Met publiek en met zoveel mogelijk publiek. Nou ja. Goed. Willem, goed om je even te spreken. Even een kennismaking voor de fans, zodat iedereen weet welk gezicht en welk pratend hoofd bij de naam hoort. Dus nogmaals van harte welkom bij Donar en tot over een paar weken. Enorm bedankt. Tot ziens.